7 uur en ik ben al klaar wakker, al vanaf 5:15, 6:30 zoiets. Eerst moest ik plassen en mijn vriend ook. En toen gingen we gewoon kletsen en toen waren we wakker. En hij moest sowieso vroeg opstaan, want hij moest werken. Dus hij is nu net naar zijn werk toe en ik ben hier nog. Dus ja, ik dacht ik ga even gedag zeggen. De afgelopen dagen niet echt heel erg veel gevlogd, omdat het nogal hectisch was. We zijn hier alleen maar bezig geweest met die kamer in orde maken en klussen en zo. En dan ben ik ook nog op een andere nieuwe plek met mensen die niet weten dat ik vlog, volgens mij. Dus ja, hashtag awkward. Ik ga zo denk ik even een kopje thee halen of koffie of zo. En ik ga even mijn medicijnen innemen. Want dan kan ik over een uurtje eindelijk wat gaan eten. Ik heb nu al best wel trek. Maar ik wacht nog wel een uur. En dan ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Ik zat eigenlijk te denken of ik misschien naar de kapper kon gaan of zo. Maar ik ga sowieso Esther of Tessa eventjes appen. Dat ik in de buurt ben. En dat ik hun even lastig wil komen vallen. Dus jullie horen het vanzelf ook wel wat ik ga doen. Wat vinden jullie van mijn kantoorsetting? Ik heb een kopje koffie, mijn multivitamintjes, mijn laptopie, lekker aan het typen. Lekker brak hoofd erbij. Helemaal af, toch? Dacht het wel, ja. En dan word ik nog geroepen als mijn bagel klaar is ook. Wat? Aloha! Ik ben al een hele tijd bezig. Ik heb al mijn vlogs geëdit. Allemaal geüpload. Bijna allemaal getypt. Op het laatste moment ben ik gewoon even wat vlogs gaan kijken. Van anderen. En nu ben ik aan het wachten totdat mijn vriend weer thuis komt. Het is ondertussen 5:10. Dus jullie hebben een heel gat in de dag. Maar ik ben vooral bezig geweest. En toen net toen ik klaar was, dacht ik, oh, ik ga eindelijk even douchen. Dus ik heb mijn haar gewassen. En ik heb lekker mijn onesie aangetrokken. Want ik heb vandaag geen zin om überhaupt presentabel de wereld in te gaan. Want ik zou vandaag misschien weggaan. Ik zou even langs Esther gaan of zo. Maar ik zag ook dat Esther al aan het schilderen was. Dus ik dacht van, weet je, mooi moment om gewoon eventjes niks te doen. Ook al is het niet mijn huis. Dus ja, we gaan vanavond zuurkool eten, volgens mij. Vet lekker. Zuurkoolstampot. That's about it. Jullie horen vanzelf weer wanneer ik alive ben. Hallo. We zijn Sims aan het spelen. Ik heb net vet lang gedaan over mijn poppetje. Maar het viel op zich nog wel mee, toch? Hoe lang ik over heb gedaan. 2,5 uur. Het zijn... Je deed 2,5 uur over. Echt niet. Nee, poppetje. Het zijn 5 outfits wat je moet uitkiezen. 6 outfits wat je moet uitkiezen. Sims 4 trouwens. Dat heb ik nog nooit gespeeld. Dus ik ben benieuwd. Oké dan. Dit is mijn day outfit. Gewoon everyday. Dit is mijn formele outfit. Zeg maar. Ja, formeel. Dat is het. Sporty. Sleepy. Too sexy. Feestje. En swimwear. Vet cool toch? Mm-hmm. Ja, dat dacht ik ook. Ik ben volgens mij aan de beurt. Met raden. Ja, want jij had gisteren een hele moeilijke voordat we gingen slapen. En had jij... En die had ik daarachter gedaan. Want dat was die. Die rare. En daarvoor had je die met die duiker. Oké, dus ik kan deze gewoon bij jou doen. Ja, die kun je bij mij doen, ja. Oké. Okay. Black Story Time. En aioli. En stokbroodjes en cola zero. Maar dan kunnen we weer niet het einde weten. Want ik vertel het nooit. Ik heb het gewoon nu meteen al geraden. Dus dan hoef ik niet te wachten tot later. Het is iemand in een draaimolen. Ik heb vet snel geraden. 10 seconden. Ja, vet cool hè. Ik zei, is hij op een rotonde? Want toen ging hij vet lang doen over zijn antwoord. Toen dacht ik, het is iets rond. En toen dacht ik,
Oh, het kan ook een speelgoedje zijn. Yes! En ik heb een broodje aioli. Hallo. Ik zit in mijn tent. Nee, ik ga de vlog afsluiten, want iemand moet slapen. En ik heb een vet schattig spookje hier als lichtbron. Hoe leuk is dat van IKEA? En hij heeft oorsmeer. Eeuw. Anyways. Hebben we nog iets boeiends gedaan? Volgens mij niet. Nee. Naar elkaar lopen staren. Ja. Liefdevol geweest. En dat klinkt heel fout, maar dat was het niet. Ik ga jullie een hele fijne avond wensen. Een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen weer. Voor een nieuw avontuur. Slaap lekker!